Iedereen, leuk je weer kijken naar Aldi's Games. Vandaag ga ik verder met mijn eigen huis maken in The Sims 4. En heb je de vorige aflevering nog niet gezien, klik dan eventjes zeker hierboven in beeld, zodat je dat ook kan bekijken. Vandaag is het tijd voor de inrichting, dus als je daar zin in hebt, doe dan alvast een duimpje omhoog. Dat zou ik super leuk vinden. En nou ja, zoals je ziet, dit is mijn huis, dus mijn echte huis waar ik nu dus ook in zit. Dat moet ik tenminste voorstellen. Het lijkt al best goed, ik heb de binnenkant al helemaal af, dus we kunnen gaan beginnen met inrichten denk ik. Ja, waar moet ik anders mee beginnen? Ik heb geen idee. We gaan gewoon beginnen bij de voordeur en dan gaan we de woonkamer doen, de garage en dan gaan we verder naar boven werken. Oké, als je binnenkomt heb je een kapstok hier staan. Ik heb dus geen flauw idee of er in de Sims een kapstok is. Ik weet wel dat die er in de Sims 3 was, maar of die er in de Sims 4 is, dat weet ik niet. En dat was mijn WhatsApp, sorry. Ondertussen zoek ik even naar een kapstok en bespaar ik jullie de moeite dat jullie niet heel lang hoeven te wachten. Wat ik echt mis in de Sims is dat je voorwerpen kan zoeken. Oh wacht, dat kan wel. Kan ik zo ook? Kapstok. Kapstok garderobe. Oh, kijk eens aan. Dappere kapstok. Is dat hem niet? Is dat geen kapstok? Oh, kijk. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Ik zat echt net te denken van waarom kan je niet gewoon op dingen zoeken? Maar dat kan dus gewoon wel. Nou, ik weet niet of ik dat eigenlijk al wist of dat ik het nog niet wist. Maar bij ons na de kapstok hangen er enorm veel jassen aan. Hier hangen er maar twee. Nou ja, één jas en een sjaal. Maakt allemaal niet uit. Er was er nog een andere volgens mij. De kapstok garderobe. Oh nee, dat is aan de muur. Nee, dat moeten we niet hebben. Oké, de kapstok is er. We hebben al één meubel neergezet. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Dit vind ik wel heel handig, dit ding. Want ik heb ook nu een schoenenreling of iets nodig. Wij hebben in ieder geval... Oh, dit is niet wat ik bedoel. Maar, ja, iets met schoenen. De schoenhoorn, elegante schoenreling. Nee, oh mijn god. Oké, ik weet dat er in The Sims 4 een schoenenrek is. En het frustrerende nu is dat ik hem niet kan vinden. Ik heb overal gezocht waar het maar logisch kan zijn dat hij daar kan staan. En ik kan hem gewoon niet vinden. Dus als iemand weet waar ik het schoenenrek kan vinden, let me know. Want als ik op schoenen zoek, dan kom ik hem ook niet tegen. En misschien bij een rek of zo. In een rommel misschien. Oh, nou, dat ging snel. Nou ja, snel, dat ging heel langzaam eigenlijk. Want ik was echt 5 minuten bezig met schoenen zoeken. Maar oké, ik heb hem gevonden. Ja, die staan dus eigenlijk in het trappenhuis, zeg maar. Hier in de bol moet dus eigenlijk zo'n ronde trap staan. Maar ja, die hebben ze niet in de Sims. Ik heb nog niet gekeken of je die ook kan downloaden. Dus als dat zo is, dan moet ik daar eigenlijk nog eventjes naar kijken. In ieder geval, deze plaats ik hier. En dan plaats ik deze lekker zo hier. Wij hebben de schoenen niet op zo'n mooi rekje staan. We hebben ze gewoon op de grond staan. Dus ze staan allemaal een beetje rommelig, dus... Ja, het staat hier wel iets mooier dan dat het eigenlijk is. Maar dat maakt me even niet zoveel uit. Oké, de gang wordt heel erg leeg, ben ik bang. Want we hebben niet echt veel in de gang staan. En de gang is iets te groot geworden eigenlijk. Dus dat is misschien een beetje jammer. Ik moet wel eventjes een deur hebben naar de garage. En de deur naar de garage die is gewoon wit. Dus ik ga gewoon voor deze deur. En we moeten natuurlijk ook een deur hebben naar de badkamer. Die is ook wit. En we moeten nog een deur hier in de woonkamer hebben. Nou, die kan ik dan ook gelijk neerzetten. Het is een beetje een... een beetje dit is het. Ja, dit is hem wel. Oh, dit is hem precies. Alleen dan hebben we bij het glas eigenlijk nog... dat het zeg maar geblindeerd is. Dat je er niet doorheen kan kijken. Maar voor de rest is het precies de deur. Dus ja, helemaal leuk. Oké, we gaan de wc doen. Nou, de wc kan ik gelukkig alles in één keer vinden. Dus dat scheelt. Dit is onze wc. Wij plassen altijd in bosjes. Nee, natuurlijk niet. Oh, oeps. Ja, wat voor wc hebben wij? We hebben zo'n hangende wc, zeg maar. Dus een beetje dit. Alleen dan hebben we nog wel gewoon zo'n klep. En die zit hier niet bij. Dus ik ga denk ik voor deze of zo. Nee, dit is hem niet echt. Ik denk dat deze er het meest op lijkt. Dus ik ga voor deze. Maar we hebben dan daarachter eigenlijk nog een soort... Ja, hoe noem je dat? Een soort iets hoger stukje, iets hoger muurtje. Waar je dan ook nog dingetjes op kan zetten en zo. Dus ik weet niet of ik dat kan regelen. Oké, nee, daar is niet echt wat moois voor. Dus ik ga het gewoon dat maar eventjes laten. Dan hebben we natuurlijk nog wel een wasbak. En die wasbak is eigenlijk heel erg simpel. Dat is eigenlijk gewoon dit. En dan hebben we daarnaast... Oh, we hebben natuurlijk ook wel een wc-rol. Waar hangt onze wc-rol eigenlijk? Die hangt hier. Maar dit is wel een beetje ver weg. Onze wc is normaal iets kleiner. Dus het is wel een beetje ver weg, dus ik ga hem dan maar even jongen. Ik weet niet waarom ik hem niet lager kan hangen, maar dat mag blijkbaar niet of zo. Oh, dat kan zo, hè. Hoe kan dat nou? Je kan het wel doen. Wacht, dat kan met shift, denk ik. Nee, hoe kan dat nou? Ik weet dat het kan. Dit is het vervelende. Dat heb ik heel vaak. Dan weet ik dat iets kan. En dan weet ik alleen niet hoe. Oh, hier kan het wel.
maar hier niet of zo. Nou, dan plak ik hem gewoon wel hier waar hij eigenlijk normaal dus ook zit. Lekker ver, de wc-rol. Moet je lekker opstaan om een wc-rolletje te pakken. Nou, ik vind het helemaal top. In ieder geval, dan hebben we daarnaast nog een handdoekje hangen. En dat is gewoon een heel simpel handdoekje. Ja, daar is niet veel over te zeggen. Beetje dit, maar dan is het nog wel iets leuker. Oh ja, we hebben ook iets van een klein prullenbakje of zo. Dat staat dan hier normaal hieronder. Dus die ga ik eventjes zoeken hoor. Even kijken. Nou, dit is hem wel een beetje. Alleen zit er nog een klepje op. Maar ja, dat vind ik niet zo erg dat er geen klepje op zit. Dus die staat ongeveer hier. En dan zit ongeveer onze badkamer. Onze wc. Heel saai. Hij is dus normaal eigenlijk iets kleiner dan hier. Maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, wij hebben hier in de overloop nog wel een soort poef staan. Een beetje in... deze is wel heel klein. Ik had verwacht dat hij groter zou zijn. Nou ja, hij is dus eigenlijk wat groter. Maar ik ga hem wel gewoon neerzetten. Zo, nou, lekkere kleine poef. En dan hebben we daarna eigenlijk nog meer schoenen. Maar ik zet dus wel weer gewoon het schoenenrek neer. Zo. De overloop is best wel saai. Maar misschien dat ik nog wat leuks kan toevoegen wat er eigenlijk niet staat. Maar dan voeg ik dat gewoon toe omdat ik het leuk vind. Hier hebben wij ook nog iets van een decoratie staan. Een hond. Het is een soort beeld van een hond. Ja, hoe noem je dat nou? Oké, nou echt iets wat erop lijkt is er niet. Dus ik ga gewoon dit coole ding neerzetten. Ik weet niet wat het moet voorstellen, maar het is wel leuk. Oké, ik ga gewoon verder naar de woonkamer. Want de woonkamer is iets makkelijker qua meubilair en zo. Wij hebben hier een kast staan. Ja, gewoon een normale kast waar wat troepdingetjes in zitten en zo. Dus niet echt veel nuttigs in. Dus ik denk dat ik daar een boekenkast van gaan maken. Het is eigenlijk dus een dichte kast. Ja, ik kan er ook wel een kledingkast neerzetten. Dat lijkt er misschien meer op. Het is een beetje dit en dan in het bruin. Alleen dan iets moderner. Maar om nou weet je wat? Ik ga het gewoon neerzetten. Alleen kijken of er een betere is. Oké, deze lijkt er toch echt het meest op. Nou ja, dat kan natuurlijk. Dan hebben wij hiernaast heel veel dozen meestal staan. Mijn moeder die is blogger en die krijgt dan altijd pakketjes en zo opgestuurd. Met dingen die ze dan gaat proberen voor haar blog en zo. Dus hier staan meestal pakketjes. Dus ik ga hier gewoon denk ik maar een paar cadeautjes neerzetten. Ja, het is heel stom. Ik zet ze wel allemaal even dezelfde kleur. Anders dan wordt het wel erg feestachtig. Zo, daar staan meestal pakketjes. Er staan er nog wel meer. Maar weet je, ik ga het niet helemaal vol zetten met pakketjes hier natuurlijk. Nou, en dan komt nu de beurt aan onze keuken. En wij hebben hier zeg maar een bar. En dan is hier gewoon ook de keuken. Dus ja, hoe kan ik het... Ik kan het niet echt goed uitleggen zoals altijd. Maar ik kan het natuurlijk gewoon nu lekker namaken. En dan zien jullie het vanzelf. Oké, de onderkant is wit. En bij ons is dan de bovenkant bruin. Dus het is echt dit, maar dan omgedraaid dus de kleuren. En volgens mij is dat er dus weer net niet. Misschien in een andere vorm wel. Nou, ik heb er even een paar neergezet. En ik denk dat ik voor deze ga kiezen, omdat hier weer kastjes en zo in zitten. En dat hebben we dus niet. Dus ik ga denk ik voor deze. En die ga ik dan hier neerzetten. Zo, en dan pakken we even het pipetje. En die gaat best wel ver door. Dus, dit wordt best wel een lange bar, zeg maar. Oké, hij lijkt nu wel echt heel lang, maar hij komt dus eigenlijk ongeveer tot hier. Dus het klopt nu ongeveer wel. In het echt ziet hij er niet zo lang uit, maar in de Sims we moeten het wel even zo lang maken. En dan, hier gaat eigenlijk de bar nog een stukje door. Dus het gaat zeg maar, ja, hoe leg ik dat dan? Ik had er nog een bar in geplaatst. Ik heb move objects onderstaan, zodat alles gewoon, dat ik alles makkelijk kan neerzetten en zo. Maar dat kan dus soms even een beetje fout gaan. Even kijken, want dit loopt zeg maar zo door. Nee, jawel. Dit loopt ongeveer... zit hij nou mooi? Nee, hij zit niet mooi recht. Oh mijn god, daar kan ik ook niet tegen. Kijken. Ik denk dat ik het zo misschien... Oh nee, dit ziet er niet uit. Nee, laat maar. Ik doe dit... Oh, zo kan het natuurlijk gewoon. Oh, natuurlijk. Nou, die gaat ongeveer zo door. En dan kunnen we nu beginnen met het gewone aanrecht, zeg maar. En ik zet de kast weer hierin, wat niet de bedoeling is. Zo, en dan komt hier het fornuis. En dan gaat dit weer zo verder door. En dan maken we dit. Oh, wat is dit nou weer voor iets raars? Dit hoort niet. Waarom is dit? Oh, dat is natuurlijk omdat dat stuk een... zo'n bar is. Even kijken, kan ik dat zo misschien oplossen? Dan is dit wel... Oké, dit wordt echt heel gek. Oké, jongens, we got a problem over here. I repeat, we got a problem over here. Oké, ik kan dit eventjes niet anders krijgen dan met dit in het midden. Het is heel lelijk, maar misschien kan ik het nog wegwerken door een leuk plantje of bloemetje of zo. Ik heb geen idee. Kijk, dit gaat in ieder geval helemaal weer door tot hier. En dan stopt het.
En dan komen hier zeg maar hoge kasten. Dus ik ga even bedenken hoe dit nou weer voor elkaar gaan krijgen. Nou, ik heb de perfecte oplossing gevonden. Dit is het geworden. Gewoon allemaal van die kleine muurkastjes aan elkaar. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. En dan staat hier zeg maar onze koelkast in. En die wordt gewoon deze kleur. Ik vind dit nou weer een beetje jammer dat dit zo moet. Waarom zat die koelkast er zo lelijk doorheen? Oh mijn god, waarom? Jongens, why? Why? Oké, hij staat er nu achter. Ik hoop dat de Sims er nu wel nog bij kunnen gewoon. Maar dat zal vast wel. In ieder geval, de keuken ziet er een beetje gek uit misschien. Maar dit is wel hoe het beste erop lijkt. En ik moet natuurlijk hier nog even een fornuis neerzetten. Wij hebben geen gasfornuis. Maar we hebben zo'n elektrisch fornuis, zeg maar. Dus dat, ja, een beetje dit. Alleen niet met het gekke oranje. Maar dat, dit lijkt er dan wel het meest op. Onze oven zit niet in het fornuis. Die zit, fornuis, zei ik dat nou? Ik heb geen idee. Die zit hier en hier zit ook de magnetron in en een koffieapparaat. Maar dat kan ik hier dus niet erin stoppen. Of nou ja, misschien kan ik het zo erin krijgen. Maar nee, dat gaat sowieso heel raar worden. Dus ik laat dat maar gewoon. Ik ga wel eventjes de wasbak doen. We hebben een grijze wasbak, heel simpel. Nou, dit eigenlijk gewoon. Ja, nou ja, dat was snel klaar. En aangezien de magnetron en dergelijke niet hierin kunnen, zet ik die gewoon eventjes op het aanrecht. Want ja, waar moet ik ze anders neerzetten? Even kijken, dan zet ik de magnetron lekker hier. Het koffieautomaat. Het koffieapparaat, we hebben twee koffieapparaten. Oh, wacht. Oh, hell no, wait a second. Dit koffieapparaat lijkt heel erg op wat wij hebben. En hij past niet eens op het aanrecht, of wel? Nee, hij is te groot. Nou, dat is nou weer jammer. Nou, dit lijkt er ook wel een beetje op. We hebben een heel groot koffieapparaat hier staan. Ik heb eigenlijk geen idee waarom. Maar in ieder geval, hij is al groot. Dus dit lijkt er wel het meeste op. En hier staat verder niks. Ja, we hebben hier een bakplaat in zitten, zeg maar. Maar dat kan ik dus ook niet namaken, wat vervelend is. En onze prullenbakken staan hier. We hebben er twee. Vraag me niet waarom. Of nee, jullie, ik kan wel gewoon zeggen waarom eigenlijk. De ene prullenbak is voor plastic en zo. Zodat plastic en alles gescheiden wordt. En de andere prullenbak is gewoon voor de rest eigenlijk. Dus ja, zo simpel is het. Dan zet ik deze prullenbak hier. En dan hebben we dus nog een prullenbak. En die zet ik er gewoon vlak naast. Zo. En dan hebben wij hier in het midden van onze kamer nog een pilaar. En die ga ik hier eventjes pakken. En wat voor pilaar hebben we? Ja, we hebben een vierkante pilaar. En dan is die grijs. Oh, dit is hem wel eigenlijk. Ja, dit is hem. Nou jongens, ik heb hem gewoon gevonden. Zijn jullie niet trots op me? Ik hoop het wel. Waarom kan ik niet move objects doen met deze pilaar? Oké, ik kan hem blijkbaar niet neerzetten waar ik wil. Waarom kan dat niet, jongens? Dit is me nou weer een raadsel. Oké, ik kan de pilaar blijkbaar niet ergens anders zetten. Dus dan moet hij maar gewoon hier. Ik wil hem echt zo net hier tussen zetten, zeg maar. In dit plekje. Maar dat kan niet. Hij kan of hierin of hier. Dus nou, dan zet ik hem maar hier. Oké, we gaan verder naar de open haard. Want wij hebben hier een open haard. Nou, we hebben niet zo'n luxe open haard. We hebben best wel een lelijke ouderwetse open haard. We zetten hem eigenlijk ook bijna nooit aan. Hij is... Ja, hoe ziet hij eruit? Hij ziet er echt niet uit als een van deze open haarden. Maar ik doe dit gewoon lekker zo. Ik zet deze neer. En dan hebben we daarnaast, of nou, daar eigenlijk daaromheen, hebben we nog wat tafels staan. En de open haard zit eigenlijk dus ook iets hoger, zeg maar. Maar dat kan hier volgens mij niet. Dus ik laat het gewoon lekker zo. Nou, en op die twee tafeltjes hebben we eigenlijk nog wat troep staan. Niet echt bijzondere spullen. We hebben ook een printer en zo staan. Maar dat heb je natuurlijk allemaal niet. Dan hebben wij daaromheen zwarte stoelen. En ja, zwarte stoelen. Gewoon alleen maar zwarte stoelen. Ik dacht ook witte stoelen, maar... Nee, alleen zwart. We hebben twee van echt zulke stoelen. Die zien er echt gewoon precies zo uit. Dus ik ben heel blij dat ik deze heb gevonden. Die zien er echt precies zo uit. Oh, dat vind ik echt nice. Ze staan wel... Zijn ze wel zwart? Ja, ze zijn zwart. Ik zit even te twijfelen, maar... Ze staan, ja, zover ongeveer uit elkaar. En dan hebben we hier nog twee wat minder comfortabele stoelen. Of, ja, ze zitten wel gewoon oké, maar ze zijn niet echt... Heel lekker om in te zitten of zo. Ze zijn gewoon een beetje basic. Het is eigenlijk gewoon een beetje dit. Alleen dan wel nog met een armleuning, zeg maar. Nou, ik ga gewoon deze stoel even doen. Want iets beters heb ik niet wat erop lijkt. En dan hebben we natuurlijk nog een klein tafeltje staan. En welk tafeltje zou daar het meest op lijken? Ik heb geen flauw idee. Ik denk deze ongeveer wel. Alleen die onderste... Oh, die is wel heel groot. Potjandosie, die is groot. Hebben we niet een lagere? Ah, nou oké, dit lijkt er op zich ook wel op. Nou, dan is dit hoekje af. Hier stond vroeger speelgoed van Sam, maar dat is nu ook dus weg omdat Sam ouder wordt en hij speelt daar niet meer mee. Er staat hier nog wel een doos.
bijna uitgepakte verhuisdoos. Nou, die mag ik blijkbaar niet gebruiken. Eigenlijk heb ik die nodig. Ik weet dat ik het wel kan cheaten, maar... Ja, daar heb ik nu geen zin in. Dan moet ik de cheat weer opzoeken. Oké, nou, ik heb de cheat toch wel even opgezocht. Want ik wou de doos eigenlijk best wel graag gebruiken. Dus de doos. Oh, hij is wel heel klein. Ik had hem iets groter verwacht. Doos, documenten. De documenten kunnen op zich ook wel hier bij de pakketjes. Want daar liggen ook wel wat documenten tussen. Of gewoon, ja, wat dingetjes en zo. En dan kan deze doos er op zich ook al bij. Want dit lijkt wel op een pakketje, al zeg ik het zelf. Dus die plaats ik er zo bij. Zo, nog meer pakketjes. En dan hier, nou ja, ligt dus nog wat van Sam, dit. En wat kan ik er nog meer eventjes neerleggen? Ja, ik heb geen idee. Er ligt wat speelgoed en zo, wat oud speelgoed dat we niet meer gebruiken. Dus ik leg dit er gewoon bij. Zo, en wat staat hier? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ja, hier zijn ook weer oud speelgoed van Sam en zo, wat niet gebruikt wordt. Dus ik ga hier denk ik gewoon maar wat neerzetten. Nou ja, op zich, ik kan dat speelgoed kan ik nog wel gewoon neerzetten, die speelgoeddoos. Of ja, het is echt een speelgoeddoos, maar er staan wat dozen en zo. En ja, zo, ik zet dit gewoon neer. Ook al wordt het niet meer gebruikt, dat maakt niet zoveel uit. En wat kan ik er nog meer eventjes neerzetten? Wat is dit? Tuinstenen. Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Vuile was. Nou, dat is ook een beetje te gek. Een tas. Ja, waarom niet? Ik zet er gewoon een tas neer. Zo, en dan gaan we naar dit deel van de woonkamer. En dit is gewoon ja, de zitplek, zeg maar, met de televisie en zo. We hebben een televisie aan de muur. En deze lijkt er wel op, maar ik denk dat... Ja, deze lijkt er denk ik nog meer op of deze. Of is er niet zoveel verschil? Oh, dit is geen hangboek tv. Nee, dan lijkt deze er het meest op of moet die meer hier? Ik ga hem... Ik wil hem er tussenin. Kan dat ook? Ja, dat kan. Oh, thank god. Oké. We hebben dan een hele grote bank. Even kijken hoor. Gewoon echt een... ja, best wel een grote bank. Ik denk dat deze er het meest op gaat lijken. Ja, ik denk het wel. En dan een beetje zandkleurig weer. Ik weet niet wat we met zandkleur hebben. De buitenkant van het huis is zandkleur. De bank is zandkleur. Alles is zandkleur. Dus helemaal enig. Even kijken hoor. Maar dit is niet echt de kleur die ik nodig heb. Nou, ik denk dat dit het meest in de buurt komt. Nou, eigenlijk niet. Weet je, dit bruine, dit donkerbruine en zo, dat hebben wij helemaal niet. Dus op zich komt het ook weer niet in de buurt. Maar deze komt ook weer niet echt in de buurt. Dus ze komen eigenlijk allemaal niet echt in de buurt. Maar deze klopt wel het meest. Dus ik ga deze gewoon plaatsen. Ja, nou ja, zoals ik al zei, best wel een grote bank. En we moeten hem dus eigenlijk wat verlengen. Maar dit gaat er heel vreemd uitzien. Dus dat ga ik niet doen. Nou, de woonkamergeval is klaar. Ik denk dat ik het huis toch iets te groot heb gemaakt. Maar op zich, het lijkt qua grootte ook weer wel. Maar het is ook alweer heel erg gigantisch groot. Dus ik heb het misschien iets te groot gemaakt. Dus ja, dat is een beetje jammer. Nou ja, op zich, het is ook wel groot. Dus het is ook allemaal... Alleen de ruimte tussen dit en dit is niet zo groot. Dus ik denk dat ik het huis toch iets te lang heb gemaakt. Misschien, nou ja, in ieder geval, het is niet zo heel erg. We hebben hier in ieder geval nog iets van een plant. Nou ja, een plant, het zijn meer een soort gekke takken. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. En ik denk dat het meest... Oh nee, dit is heel klein. En daar lijkt het ook niet echt op. Nou, ik denk dat dit er nog het meest op lijkt. Of misschien dit. Nou, dit lijkt er wel meer op. Ook al zijn dit geen takken. Ik vind dat dit er op zich wel op lijkt. Dus die ga ik dan hier maar neerzetten. En we moeten natuurlijk nog barkrukken hebben voordat ik dat helemaal vergeet. Want anders kunnen we niet zitten daar en dat is niet zo fijn. We hebben gewoon een soort, ja, zitstoel eigenlijk. Eigenlijk een beetje dit. Alleen dan iets mooier, maar iets moderner. Maar dat is er volgens mij niet echt. Dus, nou ja, nee, dit is weer te... Nee. Zo, mijn stem ging eventjes raar doen. Deze zijn op zich ook wel oké. Om neer te zetten. Of dit misschien. Nee. Ja, wat ga ik doen? Dit kan ook wel, maar dit is niet... Oh, dit is ook helemaal niet in de goede kleur. Nee, dan ga ik gewoon voor dit. En die zet ik hier. Zo, zetten we er gewoon een paar neer. Ik weet niet hoeveel we er hebben. Oh, moet ik ze er wel tegenaan zetten, toch? Of niet? Is dit een goede afstand? Ik heb geen idee of dit een goede afstand is. Nu hebben we wel iets lastigs. Want mijn moeder en Sam zitten altijd hier te computeren. Maar ik weet dus niet of Sims hier kunnen computeren als ze aan de bar zitten. Ik denk het op zich wel, maar misschien ook niet. Dus wat is dit voor gekke computer, joh? Jeetje. Wat een mega dingen. Oké, maar mijn moeder heeft hier een iMac. En ik vind dat dit wel het meest op een iMac lijkt. Dus, nou, de iMac, alsjeblieft. Je iMac. Staat de stoel nou zo goed? Of zo? Ik heb geen idee. Ik denk zo. Dat lijkt me toch het meest logisch. Nou, in ieder geval... Dan ga ik dat wel eventjes aanpassen. Zo. Ja, ik heb geen idee. Wacht, ik kan natuurlijk wel even move objects
uitzetten en dan kan ik het vanzelf zien hoe de stoelen moeten staan. Oh, de stoelen kunnen dus gewoon zo. Oh, ze moeten wel gewoon zo. Oh joh. Oké, nou zet ik er hier nog eentje neer. Zo, we hebben wel heel veel barkrukken. Maar dat maakt niet uit. En dan zit Sam daar ook. En hij heeft een laptop, maar er zijn geen laptops in de Sims. Dus zet ik gewoon een normale computer neer. Hij heeft wel een gaming laptop. En nou ja, dit is een coole game PC. Tenminste, zo ziet het eruit. Dus zit ik hier neer. Het ziet er heel raar uit. Zo twee van die computers midden in de... Ja, waar we eten, zeg maar. Maar zo ziet het er wel uit. Hij zit wel wat dichter naast elkaar. Gewoon dit eigenlijk. En dan kan je hier voor de rest zitten. Oké, hier staat nog wel wat spul allemaal natuurlijk op de tafel. Er staat voornamelijk veel make-up. Omdat mijn moeder natuurlijk dat gebruikt en zo voor de blog. Dus ik denk dat ik vooral lichaamsverzorging producten... Ik denk dat ik vooral zulke dingetjes hier moet neerzetten. Oké, okay, ik kan het niet hier nu zetten om een of andere reden. Oh, dit kan dan weer wel. Nou, oké, dat is leuk. Maar dit is meer een blok shape. Dat vind ik meer dat dat hierbij moet of zo dan daar. Dat vond ik een beetje een gekke plek. Hier. Oh, ik vind het wel een leuk blok shape. Ja, die laat ik daar lekker staan. En hier moet dan nog wat meer... Ik weet niet wat dit allemaal is. Oh, dit is zout en peper of zo. Ja, dat... Nou, nee, dat staat meer hier. Ja. Zo, en dan zijn we alweer een stukje verder. Ik zou nog proberen om dit weg te werken misschien. Oh, ik moet wel eventjes dan weer move objects aanzetten. Want anders dan lukt dat natuurlijk niet. Even kijken. Hoe ga ik daar iets leuks krijgen? Iets van een plant of zo. Ik denk niet echt dat ik het mooi kan wegwerken, dit stuk. Maar ik kan er wel gewoon dit neerzetten. En hier nog een ander leuk plantje. Zo, nou is dit niet enig, jongens. Hier deze nog. Oké, ik mag die blijkbaar niet hier zetten. Ik heb geen idee waarom. Mag ik deze dan wel hier zetten? Oh, wacht. Die kan beter zo. Ja, nou, zo zie je het al bijna niet meer. Helemaal leuk. Ik denk dat de woonkamer bijna klaar is, maar ik vind het nog zo leeg. Dus ik weet niet of ik nog iets ga toevoegen wat er eigenlijk niet staat. Ik denk het wel, anders is het echt wel heel leeg. Nou, en hier in de garage staat voornamelijk rommel, maar er staat hier ook een koelkast. Ik weet niet, maar we hebben altijd een extra koelkast. En dan staan hiernaast ook weer van die kasten. Dus ik ga denk ik weer... Oh, deze die lijken er wel op. Dus die ga ik weer zo opstapelen. Dat vond ik wel een mooi idee net. Oh, nu wordt het een beetje gek. Nou ja, ik doe het gewoon zo. Helemaal top. Kasten staan er. Nou, we hebben hier nog een dartbord staan. Dus die heb ik eventjes opgehangen. En voor de rest staat er eigenlijk alleen maar rommel en opslag. En echt gewoon geen interessante dingen. Dus ik denk dat ik voornamelijk hier... Ja, wat troepdingetjes gaan neerleggen en zo. En ja, wat kan ik anders neerleggen? Dit is allemaal zo klein. En ik wil het daar ook weer niet allemaal, allemaal gaan opvullen met echt alleen maar zooi hier. Ik weet niet wat dit moet voorstellen, maar ik zet het gewoon neer. Nou, ik denk dat dit nu ook wel gewoon al een beetje klaar is. Ik denk dat ik hier gewoon nog iets leuk van iets van sportdingetjes of zo ga neerzetten. Want om het nou helemaal leeg te laten, dat vind ik ook zonde. Want we kunnen natuurlijk gewoon hier een loopband neerzetten. Dat kan natuurlijk gewoon. Die zet ik hier. En we kunnen nog wel wat andere sportdingetjes neerzetten. Zo doen we het gewoon zo. En dan hebben we toch nog wat gebruik gemaakt van onze garage. Nou jongens, dit was alweer de video voor vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. Ik dacht dat ik wel sneller zou zijn met inrichten, maar ik ben er best wel langzaam in. Het is ook nog best wel lastig om je eigen huis na te maken. En om echt alle goede meubels elke keer te vinden. Dus het is nog een klus, maar het gaat helemaal goed komen. Deze plan zat voor de raam. Zo, dus ja, ik moet hier eigenlijk nog wat voor gaan bedenken om dit wat op te vullen, want het is wel echt heel erg leeg. Als jullie een ideetje hebben wat ik hier nog kan plaatsen, laat het weten. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!